Welkom, ik ben Peter Snijders en ik ga u met deze film demonstreren hoe u een elektrisch arbeidsmiddel kunt inspecteren, ofwel het meten daarvan. Meten doet u natuurlijk nadat u het arbeidsmiddel visueel heeft geïnspecteerd. In dit geval heb ik een kolomboormachine. Als ik de kolomboormachine wil gaan meten, moet ik twee dingen doen. Ik moet hem in ieder geval even aanzetten. Dat kan meestal door middel van de knop dat hij blijft hangen. De meetapparatuur zet ik aan door met twee knopjes in te drukken. Vervolgens sluit ik de boormachine aan en ik sluit natuurlijk een uitwendig contact aan om zeker te weten dat er geen sluiting zit in de meter. Ik kan voor de klasse 2 toestel kiezen voor de middelste klom om de knop te drukken. Dat is meting 1 en vervolgens meet hij nu de isolatieweerstand en de lekstroom. Deze gegevens kunt u opschrijven in uw database of in het testrapport van de klant. En als u klaar bent met meten, kunt u hem hier op deze manier weer uitzetten. En dan kunt u de volgende meting weer gaan beginnen. Einde film.